Ja, goedemiddag allemaal, ik ben Diederik Meijerink, werd geïntroduceerd als data scientist. Ik dek me altijd even lekker in, want ik ben net begonnen in deze nieuwe rol, dus ik moet nog ontzettend veel leren. Maar het is ontzettend gaaf. Ik wil jullie graag meenemen in hoe wij als team Data Innovation Lab zijn begonnen, hoe we in deze rol zijn gegroeid en hoe het zover is mogen komen. Dat vind ik altijd een leuk verhaal om even te delen. Oeps, ik struikel bijna over de... En dus ik heb een klein programmaatje, zullen we nou even de bigger pictures schetsen van hoe wij zijn ontstaan. Ik wil even jullie meenemen in de infrastructuur die wij als team gebruiken, team zelf voorstellen en jullie meenemen in het eerste project waar wij mee zijn begonnen. Namelijk Predictive Asset Management. Echt een heerlijke, veilige keuze om mee te starten als big data team. Want ja, het is gewoon machine-generated data, geen klantprofielen, geen enge dingen. We zijn veilig begonnen, laat ik het zo zeggen. Ja, de ambitie van Schiphol is Europe's preferred airport worden bij 2020. Dat gaat niet om de hoeveelheid passagiers. Want wij zijn al lang ingehaald door onder andere Atatürk. De Istanbul luchthaven, die is de 4 na grootste luchthaven van Europa nu. En groeit als een gekke. Zij zullen ook wel, nou ik denk, als je hun plannen moet geloven, de grootste luchthaven van Europa gaan worden. Dat is nu nog London Heathrow, gevolgd door Charles de Gaulle in Frankfurt. Het gaat natuurlijk niet om de kwantiteit, maar om de kwaliteit. En dat meten we door de passagiers te vragen wat ze van ons vinden, maar niet alleen van ons. Maar dat benchmarken we met een hele grote wereldwijde studie. De ASQ, de Airport Service Quality studie. Nou, en die zal moeten uitwijzen of in 2020 we echt de favoriete luchthaven zijn van Europa. Maar daar gaan we uiteraard wel voor. En daar komt ook, en dat is wel heel gaaf, nieuwe IT-strategie bij kijken. Met een hele duidelijke missie. Om de beste digitale luchthaven te worden van de wereld binnen 2 jaar. Dat is een hele grote uitdaging. Dat is nogal een uitspraak. Er was een gepassioneerd betoog van Albert van Veen bij het jaarcongres Innovatie en Transformatie. Nou, volgens mij 2-3 weken geleden. En daar deed hij ook een passioneel betoog over hoe IT daar de lead in moet gaan nemen. He, dus niet, we komen van best wel een traditionele IT-background, waarbij we zeggen, oké, we moeten de basis op orde hebben. Er was een hele sterke nadruk op beheer en op ondersteunen van de business. Dat is nu helemaal getransformeerd naar een hele reorganisatieslag. En ja, nu willen we ook de leading rol nemen op het innovatievlak. En... ja, dus een organisatie die zich onderscheidt en daar de leading role in wil pakken op digitaliseringsvlak. Dat is natuurlijk ontzettend gaaf. En daar zit een hele grote datacomponent achter. Dit plaatje, nou, moet ik maar even doorheen kijken, er staat heel veel op het scherm. Maar om de beste digitale luchthaven te worden, moet je ook wel zorgen dat je je data op orde hebt en ook deelt. Hè? Dus er komt een heel API-platform wat gelanceerd gaat worden. En dat staat eigenlijk hier een beetje op beschreven. Het is eigenlijk van binnen naar buiten geredeneerd hoe je je doelgroep kunt bereiken met behulp van de data. En wat daarbij komt kijken, eigenlijk meer als ondersteunend plaatje. Maar bijvoorbeeld de bovenste, de Wayfinding API, zullen wij kaarten beschikbaar stellen. Zodat andere partijen daarop door kunnen pakken en daar services op kunnen ontwikkelen. Ik kan een voorbeeld geven. KLM gebruikt voor de terminalgebouwen hun eigen kaarten. Dat is natuurlijk heel raar, terwijl wij die ook hebben. Dus dan zit je een beetje dubbel werk te doen. Maar het is ook de kaarten ter beschikking stellen. Maar ook bijvoorbeeld zeggen, ja, waarom zouden wij het wiel opnieuw moeten uitvinden, terwijl Google het allemaal veel beter doet en kan. Hè? Dus dat is echt de visie van, nou, laten we de boel openzetten. En kijken of de developers community bijvoorbeeld daarop kan doorpakken. En daar gave dingen mee kan ontwikkelen. Zo versnel je ook de innovatie. Dat is een beetje de gedachte erachter. En ja, de API naar rechts toe is meer de arrival and transfer services. Je hebt services nodig als je hier op Schiphol komt. Laten we dan samenwerken met andere partijen middels de open data visie die hierachter zit. Hartstikke gaaf. En wil ik het bruggetje maken naar ons eigen team, Data Innovation Lab. We zijn heel klein hoor, ik zal zo het team voorstellen. Maar binnen die datavisie, open data, is ook ruimte voor een Data Innovation Lab of een Big Data Lab. Een heel klein team eigenlijk, dat middels nieuwe technologieën meer waarde uit de data wil gaan halen.
dan al gebeurt door BI. Daar wil ik helemaal niet slecht over spreken. Dat is ontzettend belangrijk werk. Maar eigenlijk is dat terugkijken superbelangrijk. En middels managementrapportages of dashboarding de inzichten verschaffen aan het management, die daardoor hopelijk meer data gedreven worden. Dat doen wij niet. We gaan meer kijken naar, kunnen we door middel van integratie van meerdere bronnen waarde gaan toevoegen op de data die we hebben. Het kan intern zijn of extern. Door middel van predictive models en machine learning. En dat is iets wat we nou eigenlijk nauwelijks deden. Af en toe is een blik, nou, ik moet niet onerbiedig zeggen, af en toe is een paar consultants die voor ons een gave case deden om aan te tonen dat predictive modeling werkt en dat het gaaf is. Maar nu doen we het permanent. Dus dat is echt, dus zo gaan we te werk. En dat is ontzettend, ontzettend gaaf en nieuw voor Schiphol. Nou, dit is een beetje een praatplaatje. Wij staan hier als Big Data Lab in het midden. Maar dit moet de business voorstellen. Dus de business zijn de parking, het parking team. Het kan zijn consumers, dat is de commerciële business unit van Schiphol, waar we het geld verdienen met alles wat niet met aviation te maken heeft. Zoals de retail en de horeca, services. Nou, er ligt ook een bak aan data. Dus daar gaan we opdrachten voor doen. En hier asset management. En dit plaatje is meer zo. Ja, we willen niet alleen een soort elite team worden. Dat is helemaal niet de bedoeling. Maar juist heel erg nauw samenwerken met de business. En ook naar buiten treden. Dus ook middels die API platform die er komt. Met de developers community. Nauwer samenwerken. Hackathons organiseren. We hebben een paar maanden geleden de Hack and Fly hackathon georganiseerd. Erg goed bezocht en een succesvol event. En dat is toch echt allemaal nieuw. We deden dat niet. Dus er komt ontzettend veel nieuwe ideeën en werkende applicaties uit. En dat is ook wel heel gaaf om daar contact mee te houden. Open data initiatieven die er zijn met de stad Amsterdam. Laten we met z'n allen data delen. En daar als we dat met z'n allen doen, kunnen we daar nieuwe services op maken, is meer het idee hierachter. Wij crunchen de data en werken daarbij met een cloud oplossing. Daar zal ik zo wat meer over vertellen. Natuurlijk een heel braaf, ook een missie opgesteld. We willen echt kapitaliseren op de waarde die de data heeft. Dus data als asset is eigenlijk ook iets wat tussen de oren van toch de hoge heren van Schiphol is gekomen. Nog niet zo heel lang geleden. Data is altijd wel belangrijk, maar nu is het echt een strategische asset. En dat creëert mogelijkheden, ook voor het bestaan van dit kleine team. Het is niet zo dat we de geld willen verdienen met data, maar het is wel zo van, laten we nou de waarde die het heeft echt ten volste benutten. Dat is eigenlijk meer wat er staat. En dat doen we door data-integratie, advanced analytics, hoe je het ook wil noemen, machine learning. Dat verschilt heel erg per project. En het bestaansrecht van waarom wij er mogen zijn is, het is de data-integratie en waardecreatie gebeurt ook wel door de BI-club. Maar het is, we kunnen het door middel van de nieuwe technologieën wel sneller. Als je een data warehouse wil uitbreiden in een aantal jaar geleden, dan heb je al een informatieanalist nodig, je hebt de functioneel beheerders nodig die samen gaan werken, je moet een heel plan, een businessplan schrijven. Wij als team zeggen, we moeten het gewoon doen. We gaan gewoon wel kijken wat er in de data zit en als het mislukt, we trekken de data erin en er zit geen waarde in, dan gooien we het weer weg. We kunnen veel sneller schakelen met behulp van de nieuwe technologie en dat is zo ontzettend vernieuwend aan de manier van werken. Maar mogelijk gemaakt door de technologie uiteraard. Dus time to insights ook. Hè. We kunnen heel snel tot een nieuw inzicht komen. En dat maakt dat je veel sneller tot een product of een dataproduct kunt komen. Vergeleken met de traditionele manier, zeg maar. En ook het bestaansrecht van als je kijkt naar alle databronnen die hier op Schiphol zijn. Er zijn er uiteraard heel veel. Dit is geredeneerd vanuit de passenger journey. Dus je bent op weg met de trein of de auto. Ik zou ook hier eens even en je gaat naar Schiphol. En eigenlijk is elke stap in de passenger journey is een datapunt. Zo moet je even naar het plaatje kijken. Geredeneerd vanuit lokale opstappers. Dus als je transfereert, dan is een heel veel van deze datapunten, die kom je helemaal niet tegen.
Maar dit was eigenlijk best wel een eye-opener door dat eens een keertje in kaart te brengen wat er allemaal is. Dat is ontzettend veel. En dan ga je eens na wat er allemaal nog onbenut is. En dan, ja, dan kom je toch wel de conclusie dat je... Nou, de why. Je kunt het echt wel verkopen. Dat is heel gaaf. Dus ja, wij denken dat door de integratie van datasets nog meer inzichten kunnen worden geleverd dan nu al gebeurt. Nou, we hebben een infrastructuur opgezet. En we zijn nog maar 3 maanden geleden begonnen. We zijn echt brand new. We gebruiken de Cloudera stack. Die wij in de Microsoft Azure Cloud hebben draaien. Dus dat is eigenlijk een hele nieuwe combinatie nog. Ik geloof dat het sinds vorig jaar oktober een mogelijkheid is geworden. We zijn wereldwijd zijn er nog wel anderen, maar we zijn wel een van de eerste die deze unieke combinatie gebruikt. En dat is nu ongeveer 2 maanden live. Dus het is echt nog maar heel kort. En wat ik heel erg gaaf vind aan deze baan is dat je niets afdoendend aan de alle vendors die hier zijn. Maar dat je afstapt van de traditionele slick tools. Hè, dat je zelf gaat coderen om de waarde eruit te halen door open source technologieën. Programmeertalen als R en Python. En uiteraard Spark. Ik weet niet of jullie de bus hebben meegekregen van alles wat rondom Spark draait. Ik was bij Strata in Londen een paar maanden terug, half jaar geleden. En daar waren alle Spark seminars waren hartstikke vol. Het is echt heel hot. Dus in memory kun je geparalleliseerd jobs draaien op hele grote datasets. Die dan die jobs verdelen over de nodes in jouw cluster. En zo kun je in memory heel snel resultaten behalen. Het is wel een nieuwe taal, maar het is ontzettend krachtig. En ik moet ook echt zeggen dat ik onder de indruk ben. Ook al ben ik nog best wel een beginner daarin. Want het is echt weer een nieuwe taal die je moet bijleren. Maar het is superkrachtig. En het communiceert, misschien een beetje te data scientist praatje, maar communiceert ook heel goed met Python. Dus hier doen wij het mee. En ja, we hebben gekozen voor de cloud omdat het schaalbaar is. Omdat het dus de flexibiliteit geeft om als je bijvoorbeeld een hele grote job moet draaien, dat je nodes kunt bijzetten. Dat je kunt bijschakelen. Maar ook als je even geen nodes nodig hebt. Nou ja, dus zo simpel is het in principe niet. Maar je kunt ook nodes uitzetten. Waarom zou je ervoor betalen als je het niet gebruikt? En we hebben daarvoor gekozen, eigenlijk vorig jaar deden we een proof of concept. We hebben een recommendation engine gebouwd op commerciële data. Dat was gewoon puur intern. We hebben dat nooit naar buiten gebracht. Dus moet je denken aan iemand die naar Bangkok vliegt, koopt ook. En dan een aantal recommendations vanuit Schiphol. Dat is best wel een beetje tricky om dat live te brengen. Maar intern was het natuurlijk een hele gave case om aan te tonen dat big data technologie werkt. En toen deden we het op restcapaciteit intern op servers. Maar ja, dan moet je een administrator hebben, een beheerder. En wil je bijschakelen, dan moet je hardware bijkopen. Dus dat is best wel bewerkelijk. En uiteindelijk ook denken wij duurder. Maar goed, komen we nog achter. Maar de flexibiliteit is echt de grootste plus om voor een cloud-oplossing te gaan. Al een beetje vooruitkijkende naar het eerste project die wij dus 2 maanden geleden gestart zijn, hebben we ook eerst nog een ander plaatje, excuus hiervoor. Het team bestaat uit 3 man. Dus we hebben de luxe positie om een data engineer, een FTE voor data engineer te mogen inzetten. Dat is eigenlijk iemand die, daar beginnen de projecten mee. Dus hij gaat met tools als Scoop of Flume, gaat hij de data binnentrekken naar het cluster. Maar op zo'n manier dat de data scientists er gelijk op te kunnen doorpakken. En dat is heel luxe, want zullen best data scientists zeggen, ja, dat doe ik allemaal zelf. Nou, dat is super, maar dit is echt heel luxe. Want dan heb je de data in het format die jij nodig hebt om te kunnen werken al klaarstaan op je Hadoop cluster. En dan kun je gelijk aan de slag. Tenminste, als hij of zij klaar is. En 2 data scientists, ik die ene rol pak. En we hebben een andere data scientist aangenomen. Dat is een Sloveense jongen, die heet Rock. En dat is echt heel leuk om met z'n drieën samen te werken. Maar hij is ook heel goed in niet alleen de modellen maken. Maar omdat je de modellen niet in de organisatie kunt... Je kunt niet...
je predictive model verkopen aan asset management in dit geval. En zeggen van, nou, we hebben nou een hele mooie R-square gevonden. Ik zeg maar wat. Je moet wel iets gaafs kunnen presenteren. Een gave demo kunnen maken. Een user interface of misschien een kleine bruikbare app. En hij is echt superhandig en kan dat in elkaar hacken. En dat, ja, dat verkoopt de projecten tijdens de demo's veel beter dan een predictive model laten zien. En een paar statistische termen tegen in dit geval asset management of de directie aangooien. Dat landt niet, dat werkt niet. En ja, dus dat is heel belangrijk om die switch te kunnen maken. Daar zijn we ook heel goed in. Dat is super. Dus de werkwijze eigenlijk, we gebruiken Scrum-methodologie. En dan denk je, ja, hallo, dat natuurlijk gebruik je Scrum. Maar dat is voor ons, dat is echt nieuw. Dat is, het was allemaal heel traditioneel, business cases schrijven. En dan het project uitrollen. En dit is dagelijkse stand-ups, wekelijkse sprints. Ja, het werkt fantastisch. Maar het is voor ons als luchthaven best wel nieuw. Hè? Dus dat is, het werkt in ieder geval voor data teams fantastisch. En ook voor het ontwikkelen van BI-dashboards zou je best wel Scrum-methodologie kunnen gebruiken. Voor de asset management traject, dus dit is eigenlijk de data engineer rol. Die ruwe data binnenhalen, het pre-processen en de data klaarzetten op het cluster. Waarnaar wij dus het overpakken. En we zijn nu bezig met, we zijn een predictive model aan het maken en daarvoor heb je feature nodig. We zijn een beetje nu bezig met de feature engineering, dus de features die een voorspellende waarde hebben in je data. Maken. En eigenlijk is het doel nu om de komende weken zoveel mogelijk relevante features te maken om in de modellen te stoppen. En dat doen we natuurlijk met een iteratief proces. Dus dat elke keer dan, na het eind van de week, dan test je model en dan ga je zeggen, oh shit, het is verbeterd of liever niet verslechterd en dan ga je door. Dus dat asset management project is waar ik nog even wat over vertellen. Dat is ons eerste project. Een van de redenen dat asset management als project is gekozen is omdat het machine generated data is. En het is onze eigen data. Er zit geen enkele gevoeligheid aan. Dat is als eerste start wel zo fijn, vonden wij. En het doel is om storingen aan de passenger flow installaties te kunnen voorspellen. Dus we hebben honderden assets, dat is geen doen. Je moet het klein en behapbaar houden. Dus we zijn nu gaan kijken naar, kunnen we de passenger flow installaties, kunnen we daar de storingen van voorspellen? En dat zijn de roltrappen, rolpaden, hellingbanen en de liften. Dat zijn vier assetgroepen waar we nu naar kijken. Een van de redenen is dat er veel historische data van was en dat de datakwaliteit redelijk op orde was. Dus dat is ook een reden om daarmee te starten. Dus die storingen voorspellen om uiteindelijk betere, smarter maintenance te kunnen uitvoeren. En daar zit de kostenbesparing component. De assets van Schiphol, ik zal geen bedragen noemen, maar zijn echt een enorme kostenpost. Dus als je daar 1% op weet te besparen door smarter maintenance te doen, dan is het datalab in ieder geval voor de komende jaren uit de brand. Dus het is echt heel veel geld. Tenminste, kostenbesparing in dit geval. We gebruiken daar in de eerste instantie twee modellen voor. Een regressiemodel en een binary classificatie. En vooral die tweede, daar zijn we nog niet mee begonnen. Maar is erg interessant, omdat je dan de discussie kunt aangaan met behulp van je model. Met de asset management club zelf. En dan kun je zeggen van oké, we hebben nu een true positive. Hè? Dus we hebben een klassificatie gedaan en de storing correct voorspeld. Wat levert dat nu op? En dat is wel heel erg belangrijk dat er iemand van asset management daarover gaat nadenken. Want frankly, wij weten het niet. Hè? De kosten van een false positive. Hè? Hoeveel kost het om een storing te voorspellen die incorrect voorspeld is? Wat kost dat, zo'n false alarm, zeg maar? Maar ook van, wat is de kost of een of dat wij een failure missen, dus niet correct voorzien. Dat is wel heel erg interessant, vind ik. Dus de samenwerking met de business is denk ik een van de key success factors die wij zien, maar ook erg lastig om te bereiken. Dus je hebt een model en eigenlijk zijn dit onze uitdagingen. En als we straks 5 minuten hebben of iemand heeft na dit praatje daar ideeën over. Ik zou heel graag met jullie in contact treden. Want wij vinden het als team uitdagend. Ook omdat we nog net zijn begonnen. Van,
Ten eerste, hoe communiceer je de inzicht? Hè? Nogmaals, je kunt niet met een predictive model naar asset management directie gaan en zeggen, we hebben nu een heel goed model, dat presteert zo. Nee, je moet daar wel iets visueels of iets techie tegenover zetten. Iets dat werkt, iets waarmee je de wow factor kunt creëren. Maar ook hoe te kapitaliseren op de inzicht. Hè? Dat is eigenlijk het plaatje daarvoor. Zo van, ja, en nu? Hoe kun je nu daadwerkelijk de smarter maintenance gaan toepassen? Durf je dat als business unit aan? Wil je echt daadwerkelijk de contracten doorbreken en anders je maintenance gaan uitvoeren op de passenger flow installatie? Dat is toch helemaal niet zo evident. En dan kun je wel zeggen, oké, je bent als lab, heb je dat model gemaakt, dan zijn wij klaar. Maar eigenlijk begint het dan pas de grootste uitdaging. Niet dat je dat als lab moet blijven pushen. Op een gegeven moment moet je ook door naar je volgende project. Maar ja, ik vind het keeps me awake. Ik vind het echt, ook met andere labs gepraat, ook met het Big Data Lab van de ABN. En ja, die worstelen daar toch ook wel mee. Misschien zitten ze in de zaal. En dat vind ik heel spannend. Nou, nog even een plaatje die gemaakt is door ons team, door Rock in dit geval. We hebben hier, je kunt het waarschijnlijk helemaal niet lezen, het gaat meer om de boodschap daarachter. Dit is het leven van lift 58 op Schiphol, gevisualiseerd. Je hebt hier alle status elementen. Je kunt dat waarschijnlijk helemaal niet zien, maar laten we er eentje uithalen. Er staat bijvoorbeeld deur dicht, deur gaat niet dicht. Er is een storing aan de aandrijving, bla bla bla. Dus al die status elementen, het komt uit een binary set. Het is aan of uit, of de lift beweegt of beweegt niet. Die kun je allemaal plotten onder elkaar. Maar als je daar dan de storingen vanuit een andere dataset nog achter plakt, zeg maar, dat zijn die rode lijntjes, dan kun je wel zien, dan zie je best al wat gave patronen. Ik geloof heel erg in de kracht van datavisualisatie om je verhaal ook te doen. En hier zie je eigenlijk een heel jaar lift. Ja, ik vind het geweldig. Er zitten best wel verborgen patronen in. Ik vind het gewoon krachtig om dat zo te visualiseren. Tijdens de demo moeten we aan de Asset Management Club moeten we het ook een beetje interactief maken, dat je kunt inzoomen, uitzoomen. Dat kan allemaal. Er zijn allemaal packages voor. Dus daar gaan we mee aan de slag. Dat wordt heel gaaf. Alleen, ja, nogmaals, de boodschap van, red je het daarmee? Hè? Ga je ze daarmee over de streep trekken om de asset management anders te gaan bedrijven? Dat is echt heel spannend. Een laatste plaatje van de learnings tot nu toe die we zijn tegengekomen voordat we dit team op volle kracht hadden. Is van, ja, je moet volgens mij echt voorkomen dat je dingen gaat doen als team die jij wel heel gaaf vindt, maar waar de business helemaal niet op zit te wachten. Dus alle projecten die we doen zijn ook helemaal uitgebrainstormd en met de teams van de business. Nou, in dit geval eerst met de managementlagen van asset management door om te bepalen van waar zouden wij de focus moeten leggen. Nou, toen is bepaald van, nou, je zult je volgens ons moeten richten op de passenger flow installaties. Nou, wie zijn wij om daar tegen in te gaan? En daarna vervolgsessies met functioneel beheerders die om te voorkomen dat zij als poortwachters voor hun data gaan zijn. Dus ja, je mag er niet bij. Zul je hen ook over de streep moeten te trekken om mee te werken. En dat is ontzettend belangrijk. En vervolgens nog een derde laag die je vanuit de business echt nodig hebt, zijn de experts. Want ja, je kunt wel kijken naar een binary punt van een lift en dat zegt 5. Maar als jij niet weet wat die 5 betekent, dan kun je nooit die modellen maken. Dus de expertise vanuit de business is echt ook aangehaakt. En zo werken we gewoon samen en maken we gewoon multitask teams. Dus er zitten ook mensen in de business in die meedoen met de stand-ups, die meekijken naar de resultaten, die meewerken aan de demo's, zodat we het niet alleen doen. En ook echt voorkomen dat we een lonely team worden die maar wat doet. Nou, dat is uiteraard niet de bedoeling. En het focus op laaghangend fruit lijkt echt een inkoppertje. Maar als je begint met de projecten waar het grote geld te halen valt, of de grote kostenbesparing in dit geval, dan heb je een grotere kans op een golden nugget. En daar zijn we naar op zoek. En de data en analytics tot leven brengen met visualisaties is je ook vaak. Maar dat vind ik ook echt ontzettend belangrijk, omdat je met een hele grote dataset het ook moeilijker wordt om het krachtig te visualiseren.
En daar heb je ook experts voor. Ik ben zelf heel erg fan van het werk van Jan-Willem Tulp, een datavisualisator die voor zichzelf is begonnen. Die heeft ook een keer een opdracht voor ons gedaan. Maar het is ontzettend knap hoe hij de verschillende data-elementen en kan krachtig tot leven kan brengen. Wij hebben het team dus centraal bij elkaar gezet en wij vallen onder IT. Nou, fantastisch dat dat allemaal supergoed in de nieuwe ICT-strategie past. Maar ja, dat is natuurlijk voor elke organisatie anders. Maar dat je ze centraal bij elkaar moet zetten, uiteraard, dat is wel heel erg belangrijk. Ook tijdens de projecten, maar ook de analisten uit de business die dus de data goed kennen, zou je er eigenlijk bij moeten hebben, zoveel mogelijk. En dan de stakeholders alignen. Heel veel kopjes koffie gedronken met legal. We hebben best wel een strenge legal department. En terecht, denk ik. We moeten ons aan de privacy aspecten houden. Inkoop is betrokken bij alles. En ook externe partners. Hè. Je kunt ook vooral op zo'n luchthaven, heel erg gaaf projecten doen met het ruimtevaartlaboratorium of met de luchtverkeersleiding. Of met, dat lijkt een inkoppertje met KLM, of met andere luchthavens of luchtvaartmaatschappijen. Alleen data delen gebeurt vaak omdat het moet, omdat het in de contracten staat. Maar data delen om er iets gaafs mee te doen, dat is nog best wel schaars. Dus daar is ook nog een hele wereld te winnen. Ik laat het altijd dit plaatje zien, maar dat is meer voor mezelf. The long road to stardom. Data science is ontzettend veel te leren. Niet alleen op het gebied van code van R, Python en Spark, maar ook predictive models, hoe ze te interpreteren. De modellen die ik net liet zien zijn best wel goed te doen. Regressie in binary classification, maar er zijn echt wel hele moeilijke modellen. Deep learning. Dat is allemaal nog ver weg, maar het is een hele lange road om als team deze hele road af te gaan. Maar we zijn goed op weg en daar wou ik jullie in meenemen. Dus dit waren mijn slides en ik zou heel graag, waren de ideeën om, of success stories om findings goed te implementeren in de business, dan ben ik echt heel benieuwd en zou ik heel graag spreken. Dus ik weet niet hoeveel tijd ik... Je bent keurig op tijd, dus we hebben nog tijd voor drie vragen. Oké. Okay. Eerst een vraag voor Diederik. Ja. Ik had een vraag. heb je ook toegang tot de live gegevens van die liften? Dat is een goede vraag. We zijn begonnen met backdata, historische data die we uit de systemen trekken om te kijken of het model überhaupt performt. Maar je kan natuurlijk daarna, want het is near real-time data met 5 seconden vertraging, zou je dat ook kunnen toepassen op de near real-time gegevens. Maar dat zien we echt als een vervolgstap. We gaan eerst in de historische data routen, voordat we daar ook maar over nadenken. Maar staat wel op een netvlies. Ja. Iemand anders? Dat gaat even duren, Diederik. Hallo, ik ben René Intveld. Je vroeg me een paar ideeën. Nou, ik kom heel vaak op Schiphol. En wat mij altijd verbaast is dat passagiers zoek raken. En je liet me net het plaatje zien met al die contactpunten. Ik denk van, Schiphol moet toch precies weten waar die mensen zich bevinden. En dan hoeven ze dus ook niet meer rond te roepen van, waar is meneer die en die. En ik denk ook dat het ook veel geld bespaart. Want het vliegtuig moet natuurlijk wachten, bagage moet worden uitgeruimd enzovoort. Ja, dat is een... Dat is een hele grote uitdaging, omdat heel veel datapunten op Schiphol anoniem zijn. Dus je weet wel dat er een passagier door een bodyscan is gegaan, of door een securitypunt, of door de reclaim hall. Maar je weet niet wie het is, dus kun je hem ook niet bereiken. Wil je dat wel doen, dan kom je heel erg met privacygevoelige aspecten in contact. Hè? Dus dan zul je toch moeten weten wie het is om hem te kunnen bereiken, of om überhaupt de bagage uit te laden. Maar dus stap voor stap proberen we wel betere services te geven aan passagiers die door de terminal lopen en die de weg niet kunnen vinden. Zoals de nieuwe app pas verbeterd, of de app van Schiphol is verbeterd, daar zit nu indoor wayfinding in. Dus dan kun je met je digitale, word je naar de gate geleid. Nou, dat zou al kunnen helpen. Maar het is nog altijd, ben je een anonieme datapunt. Misschien ook beter ook, maar aan de andere kant, als je op dat soort services zit te wachten, zou je best wel kunnen nadenken over een opt-in model. Hè? Dat je dan zegt, ik wil wel
dat jullie me kunnen bereiken en ik geef daar toestemming voor. Maar dan begin je wel met een hele kleine basis. Dus location-based services en ook het kunnen uitruimen van bagage vanuit de vliegtuigen. Ja, dan moet je wel weten wie dat is. Dus als je te laat komt en de gate wordt gesloten, dan zou je als airline eigenlijk willen weten wie zijn dat dan, zodat ik die bagage al kan offloaden. Dat is natuurlijk een hele gaaf case. Alleen ja, dan begin je wel weer met het probleem van ja, mag dat dan? En willen passagiers dat? Ja, maar dat is wel een hele goeie. Ja. Hoi, goed verhaal. Ook nog even over die lift case. Ik was wel benieuwd hoeveel databronnen je daar over elkaar heen legt. Je liet dat zien, data van verschillende sensoren die je over elkaar heen legt en daar kun je dan patronen uithalen. Ik kan me voorstellen dat drukte op zo'n punt, op zo'n lift of een roltrap belangrijk is. Maar misschien ook wel de temperatuur in de hal of wat dan ook. Ik was benieuwd, ja, hoe bepaal je welke databronnen je daarvoor gaat gebruiken en hoe begin je daaraan? Ja. We gebruiken daar drie databronnen voor, waarvan we er nu twee hebben ontsloten. Het is een term, maar ACSM is een signaleringssysteem wat we op Schiphol hebben. Daar zitten de status updates van de assets in. Dus dat kan binary data zijn, on-off, of de lift gaat op en neer, weet je zo. Maar ook analoge data over de temperatuur of het stroomverbruik van bijvoorbeeld rolpaden. En dat zou je eigenlijk wel naast de passagiersdata moeten leggen die dus over die rolpaden heen gaan. Je kunt ze misschien niet allemaal tellen of misschien moet je daar een model van maken. Maar ja, natuurlijk als meer mensen over zo'n rolpad lopen, gebruikt hij meer stroom. En zal die ook eerder kapot gaan, is dan de logische redenering. Dus dat zijn twee bronnen. En dan hebben we ook Maximo. Maximo is volgens mij een product van IBM wat heel veel bedrijven ook inzet. Maar daar zitten de work orders in. Hè. Dus als iets stoort, dan moet je een work order inschieten. En daar hangt heel veel metadata omheen. Dus is het een plant maintenance of is het een storings maintenance activiteit? Wat is er kapot? Wat is de omschrijving van de storing? Dat soort dingen. En dan heb je heel veel failure rapporten die je daarbij kunt pakken. Maar de belangrijkste is wel de event logs van de status van de assets. Ja. Maar de waarde denk ik. Die twee bronnen zijn niet samengevoegd nog, dus daar zit al wat. Maar ik denk dat heel meer bronnen je pakt, hoe beter model in principe je zou kunnen maken. Dus die passagiersdata die moeten we ook zeker nog gaan gebruiken. We gaan het hier afronden. Als er nog vragen zijn, blijf jij nog eventjes hier, dat mensen face-to-face de vraag kunnen stellen? Ja? Ja. Goed, hartelijk dank Diederik. Prima verhaal eigenlijk. Dank je wel.